ik weet nog dat ik gelijk soort van echt gefascineerd was van... Oké, wat gaat er gebeuren en wie zijn zij en wat zijn ze aan het doen? Ik was 10 jaar toen ik mijn eerste keer beleefde. Het was 's avonds laat op een doordeweekse dag. Dus het voelde al heel bijzonder. En we kwamen aan bij een groot gebouw. En terwijl we binnenkwamen zaten die mensen er al een beetje zo naar ons te staren. Dus het was allemaal heel, een beetje weird en een beetje engig, maar ook cool zo. Het was een soort van echt wervelwind aan informatie en aan verschillende emoties. Dus ik zou het echt sowieso nog een keer willen zien. Ik weet nog dat ik het allemaal heel gek vond en dat ik niet zo goed wist wat ik moest verwachten. Maar toen het klaar was, dat ik het heel cool vond. Mijn eerste keer was dat ik naar een theatervoorstelling ging van Dirk Tange. En die heette Grimmige Sprookjes.